Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Boven het midden van Europa ligt een lage drukgebied. En dat lage drukgebied volgt een nogal ongebruikelijke koers, want het trekt van het oosten naar het westen. En dat gebeurt niet zo vaak en dat zorgt voor nogal wat onzekerheid in de weersverwachting in onze omgeving. Kijken we naar de radarbeelden van Europa van vandaag, dan zien we die neerslag vanuit het oosten langzaam verder naar het westen toe kruipen. Vanochtend hadden we al een regengebied wat met name over de zuidelijke helft van het land is getrokken. Inmiddels is die neerslag aan voorbij, maar dan vervolgens komt er een nieuw neerslaggebied. Dat zien we nu boven het midden van Duitsland liggen en dat zal later vanmiddag en vanavond en ook een deel van de nacht over een behoorlijk deel van het land gaan trekken. Dit zijn de radarbeelden van dit moment in Nederland. Zoals gezegd, dus eerst dat eerste neerslaggebied wat nu nog over het zuiden ligt en langzaam ons land verlaat. Het volgende neerslaggebied zien we hier boven het oosten al langzaam dichterbij komen. Dat gaat dus later vanavond en vannacht over het land trekken. Dit is het weerbeeld dan ook voor de avond. De bolking overheerst, het gaat opnieuw regenen vanuit het oosten. Met een graad of 8 is het desondanks niet heel erg koud. En daar staat ook nog eens een vrij stevige noordoostenwind bij, matig, een zee vrij krachtig en in het waddengebied soms zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. Morgen vroeg dan in het zuiden is het nog bewolkt en regenachtig, die neerslag trekt dan vervolgens weg. In de rest van het land is het op veel plaatsen droog, maar zijn er wel wolkenvelden, vervolgens gaat het wolkendek enigszins breken, zodat ook af en toe de zon tevoorschijn komt. Met het doorbreken van de zon stijgt de temperatuur naar zo'n 14 tot 17 graden, Dat is een klein beetje winst. Maar met het oplopen van de temperatuur ontstaan er weer flinke stapelwolken en gaan er uiteindelijk ook een paar buien vanuit het oosten weer het land binnentrekken. En met name langs de oostgrens kunnen die buien behoorlijk stevig uitpakken, misschien zelfs met een klap onweer. Er waait nog steeds een noordoostenwind en die is matig. Aan zee vrij krachtig. In het Waddengebied soms zelfs nog krachtig, windkracht 4 tot 6. Dan dragen daarna op de donderdag nogal wisselend beeld. Veel wolkenvelden, ook een beetje zon, dan met name in de zuidelijke helft van het land. In het noorden blijft het bewolkt. En is de bewolking zelfs dik genoeg dat er in de loop van de dag opnieuw een tijdje regen gaat vallen. Later op de dag, met name s'avonds, tijdens de dode herdenking, is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen wel weer droog. Met een graad of 14 houdt het nog steeds niet echt over voor de tijd van het jaar en nog ook altijd die noordoostenwind, die soms behoorlijk stevig gaan waaien. Van vrijdag, bevrijdingsdag, dan ziet dit weerbeeld er eindelijk wel wat beter uit. Van tijd tot tijd zon ook wel vrij veel bewolking, een beetje een waterig zonnetje wat erdoor komt. In de oostelijke helft van het land zou een enkel buitje kunnen vallen, maar voor de rest is het droog. Middagtemperatuur rond de graad of 14 en de wind gaat ook geleidelijk aan wat afnemen. Dan zaterdag, dat is echt een prachtige dag eigenlijk. Flinke zonnige periode, misschien zelfs rond zonnig op verschillende plaatsen, tussen de 16 en 18 graden en niet al te veel wind meer: windkracht 3 tot 4 bij een uh, uit oostelijke waaiende richting. Dan dragen daarna, dit is de 15 daagse verwachting. We zien de middagtemperatuur over het algemeen zo rond die 15 graden schommelen. Meer dan 20 zit er eigenlijk niet in. Maar koude nachten, dat zien we voorlopig ook niet meer terugkomen. Later in de loop van begin volgende week zou het wel ietsje kouder kunnen worden in de nachten. Maar vorst zit er zeker niet in. En als we dan nog, nog even naar de neerslagkansen gaan kijken, die zien we duidelijk afnemen deze week. Eigenlijk grotendeels droog in het weekeinde en begin volgende week. Daarna zien we een stijging weer van de neerslagkansen, maar ja dat is eigenlijk normaal voor de langere termijn. Dat het langzaamaan weer onzeker wordt en dus dat ook wisselvallige opties weer tot de mogelijkheden behoren. We gaan het afwachten, in ieder geval de komende dagen wordt het langzaamaan beter. Maar de zon, dat moeten we toch nog eventjes op wachten. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl